je nog gaan? Tot u nog wist wie of tot ik was, ik is ook al eens keer geweest, zoals ik nou ook nog steeds ben. Ik heb weer een nieuwe baan, joh. Of baan. Het is eigenlijk, is het een baan en een vriendenclub in één. En ook of tot het thuis werkt waar is, dus toch je genees de deur uit hoeven, ook niet met de bus mee en ook niet met de fiets mee. En toen je met mij werk 2 euro's per minuut kan verdienen. Goed, hè? Ben je hartstikke blij? Voor een ander? Hoe kom je aan zo'n mazzel, hè? Ik zou je vertellen. Ik zat mezelf thuis altijd te vervelen. Ik zat me te hangen zo. En te piekeren erbij, en te toeren erbij. En toen ging ik daar nog eens een keertje bij nadenken ook. Nou, dat was funest, want toen raakte ik de kluts kwijt, dat ik hem ook niet meer terug kon vinden. En toen ben ik doorverwezen naar de psychiater en heb ik even met die spier zitten babbelen, maar hij zag het meteen. Hij zei, oh, hij zei, ik zie het al. Hij zegt, u moet vrienden maken. Hij zegt, u moet gewoon op leuke clubjes gaan en maak maar zoveel mogelijk vrienden. Hij zegt, en die vrienden kunt u daarna allemaal naar mij doorverwijzen. Maar ja, dat je dan niet weet op welk clubje of dat je moet gaan, omdat je zoveel soorten clubjes hebt. Dus toen heb ik maar de krant gekocht, omdat je achter op de krant altijd advertenties ziet van clubs. En ineens viel toen mijn oog, viel die achter op de krant. Tenminste, mijn oog zat er gewoon in, hoor. Maar wel tot ik, zou maar zeggen, op letters viel, tot de letters bij stonden, stond Relax Club. Ik denk, nou, dat klinkt ontspannend. Relax Club, Jobsje, stond er. Zoet een mooi meisje. Ik denk, nou, daar ben ik wel. Hè. Met een zwoele telefoonstem. Ik denk, nou, die heb ik ook. Hè. En een rijke fantasie. En toen stond ze bij goede verdiensten. Ik denk, hoe is het mogelijk, hè? Dat je bij iemand ergens op een clubje mag, dat je geen eens geld hoeft te betalen, ook geen lesgeld, ook geen contributie erbij. Nee, dat je juist geld van jullie krijgt. Dus ik heb meteen opgebeld of ik die middag als eerste langs mocht komen wippen. Nou, dat mocht. En toen bleek het een hele zieke gymnastiekclub te wezen. Allemaal van die meisjes in van die kleine glitterpakjes. Die waren daar aan het gymnastieken met zakenmensen erbij. Kruiwagentje deden ze. Ze zal ik ook even helpen douwen. Maar dat hoefde niet, want ik denk tot het geen kijkmiddag was. En nou, toen moest ik meelopen met de baas naar het kantoortje met Joop voor een gesprekje. Nou, een leuke kerel, jongen, heette Joop. We waren meteen al de dikste vrienden. Het is echt een vriendenclub, omdat hij het zelf ook zei van, welkom in deze vriendenclub en zo. Ging hij helemaal zo knuffelen, weet je wel. En overal voelen en zo. Ja, en we hadden ook al gelijk gemeenschappelijke dingen. Ja, toen je echt met vrienden, toen je hetzelfde hebt. Ik moest je lachen, want hij vroeg. Joop vroeg of ik ervaring had met playboys. Zie nou, ik ben er vanochtend toevallig nog flink mee te keer gegaan, hoor. Zie, maar je weet zelf ook wel, Joop, er zitten wel eens flinke bruine jongens tussen.
Ik zeg heel eerlijk te baan, Joop. Ik zeg, het kom ook. Ik hou ook van een frisse pot. Nou, die hield Joop ook van anxiety dus. Dan heb jij weer hetzelfde. En toen vroeg hij nog hoeveel rollen ik altijd deed. Ik zei, nou, ik ben wel een ruig type, hoor. Ik zei, ik doe 3 rollen per week. Ik zeg, en als er een verkeerde Chinees bij komt, komt er nog een rol bij. Joop zei, je bent wel een gek wijf. Hij zei, je hebt wel gekke fantasie. Hij zei, jij mag voor mij maar lekker gaan zitten bellen aan de telefoon met die vriendjes van je. Hij zei, maar bel me vanaf thuis, want ze moeten je niet zien. En ja, ik denk tot het een verrassing is. En toen zei hij het ook, dus tot je vrienden, tot je in de krant komt. Tot aan die vrienden gaan bellen, betalen ze 2 euro. Speer me niet! Goed, hè? En Joop hoeft zelf maar 1 euro, hoeft hij ervan. Lief, hè? Ben zo blij. Toen was ik aangenomen. Ik hoefde geen eens een medische keuring, hoefde niet. Nee, Joop, zei, dat doe ik van de week zelf even. Nee. Ik denk tot hij ook arts is. Dus. Toen zijn ze vanochtend bij mij thuis gekomen. Van de KPN die ook een keertje PTT nog is geweest. En hebben ze 3 telefoons bij me neergezet. Joop was er ook nog bij. En heb ik van Joop gekregen de 65-plus leuterlijn. Joop zit, kan je een beetje kalmpjes even lekker leuteren met wat oudere vriendjes. Ik heb de intiemlijn gekregen. Joop zegt, het is voor mannen met hoge nood. Maar ze moet je gewoon samen oplossen, dus ik denk erom ook intiem, hè? Intiem verband, hè? Intiem verband, denk ik. En ik heb de triofoon gekregen. Ja, nou die is nog geen 1 keer gegaan, maar het woord zegt het zelf, hè? Trio, hè, dus. Muziek erbij, denk ik. Ja. Op elke telefoon heb Joop er een teller op gezet. Hij zei, kan je goed zien hoe lang of door je belt. Hij zei, lekker rekken die gesprekken. Iedere tik is 2 euro's. Joop hoeft zelf maar 1 euro te vangen. Hij zei, voor de rest moet je natuurlijk goed heet houden. Dus, ik heb een das omgedaan. Ik had deze muts nog, dus... Nou, en ik heb een lekker heet kopje thee erbij, dus koud zal ik het niet krijgen, hoor. Brand je bek uit. Ja. Nou, en nou maar afwachten, wie heeft Tom weer gebellen? Nou, je zou zeggen, je verdient niet veel, want die telefoon gaat geen 1 keer. Maar ik heb vanochtend heb ik al 6 telefoontjes gehad. En voor de rest konden ze ook niet tussendoor komen, want ik heb zelf ook zitten bellen. Dus. Ja. Ja, ik heb geen vrienden in Nederland, maar ik heb ze in Australië. Nou, ik heb er 3 uur zitten rekken, joh. Die teller ging te keel. Nou word je weer gebeld. Toen je weer nieuwe vrienden maakt. Ik zal mij benieuwen. Huh? Wat dan? Nee. Tenminste, nee. Nee. Nee, ik dacht het niet, nee. Nee, ik heb geen kale poes. Maar hoezo, ben je hem kwijt of zo? Nee, maar ik heb wel een goudvis. Ja, natuurlijk. Hij vraagt of die nat is. Ik denk tot het iemand van de dierenbescherming is. Maar ik moet even rekken. Ja. Wat ik vraag, heb je zelf ook beesten? Mijn motje. In uw hand. Oh. Oh, die zeker tandem.
Oh, hij is hartstikke wild. Oh. Hij heeft een hele wilde manette. Huh? Nee, dat moet u niet doen, meneer. Nee, dat is juist niet leuk, want zo maak je ze wild. Zo, nee, dat vind ik zielig. Hij trekt als een koppie. Ik sta gewoon te shaken, echt. Hij kneep hem dood. Hij zei het zelf. Hij zegt, hij wordt nou stijf. Oh. Nou, dit was geen vriend van mij, echt niet. Die hoeft niet meer terug te bellen. En toch, meestal houden echt wel vrienden over, hoor, echt wel. Want ik heb vanochtend 6 telefoontjes gehad, maar ik heb zeker 5 vrienden erbij. Want ik weet niet precies wie me belde. Ik had 3 astma-patiënten ook erbij. Maar heel benauwd, hoor. Hijgen, joh. En dan puf je maar mee, hè. Om te troosten. Ja. En ik had de sigarenman, had ik erbij. Maar ik denk dat hij gewoon voor een enquête belde, want hij vroeg of ik pijpen ook zo lekker vond. Zie nou, ik vind het toevallig heerlijk, echt. Hè? Ik vind die geur zo lekker, hè. Ik zeg, maar je moet het altijd wel voor het open raam doen, dat wel. Oostenrijker aan de telefoon. Tenminste, ik denk als bijna zeker tot zijn Oostenrijker was, want hij zei tegen mij, ik zit hier al aan de telefoon in mijn leren broekje. Dus. En later begon hij ook te jodelen. Dus. Thuis wie? De laatste snik. Ja, ik wacht even. Ze verbinden me even door. Ik bejaarde thuis, zag ik vanochtend ook al. Hallo, opa. Ja, jongen, ik ben jouw lievertje. Of ik ze schattenboutje ben, leuk. Het is echt een vriendenclub, je hoort het wel. Je mag alles aan mij verklappen, liefie, hoor, want ik zal het niet doorverklappen. Nee toch. Is het zo? Nee, ik snap het wel. Dus u zit in uw schommelstoel en u krijgt hem niet omhoog. Dat is ook wat. Dan moet je nog technisch wijzen ook, hè? Ja, ik wil hem nou wel naar de gamma doorverwijzen. Maar ja, dan ben ik mijn euro's kwijt. Dat vind je ook niet goed. Maar ja, hoe krijg je zo'n oude man hem omhoog? Hè? Ben u helemaal alleenig? Niemand die te helpen? Oh nee, maar ik weet ja wat. Ik weet het, opa. Weet je wat je moet doen? U moet hem heel snel heen en weer bewegen. Heel snel, heen en weer. Vaart maken, ja. Heen. Nee, niet met je handen doen, hoor. Nee, met je voeten. Juist je schoenen aanhouden, ja. Nee, dat doet geen pijn. Kijk, want je tikt dan zo. Tik eens, kijk, en dan hang je voorover. Ziet u hem al omhoog komen? En komt hij iets omhoog dan het volle gewicht naar achteren. Hij is gevallen. Hallo. Je hoort niks meer. En die teller gaat door, hè? Oh, zuster, kom binnen en hangen.
Weer 2 euro's erbij. Gaat lekker, hè? Ja. Ja, Joop zegt het zelf. Goed rekken, die gesprekken. Iedere tik is 2 euro's. Je hoeft zelf maar 1 euro ervan. Nou, ik zit nou met Australië erbij op 580 euro's. Lekker, hè? Of, 579 euro's. Omdat Joop ook 1 euro moet. Fijn, hè? En gewoon met lekker zitten tot je het allemaal verdient. Lekker onderuit hangen. Ik vind alleen bloed heet. Ik snap niet dat Joop het nou zo heet wil. Dat snap ik niet. Ik denk dat ik mijn muts afdoe ook. Hij ziet het toch niet. Ja. Gaat nou lekker, hè? Nou de triofoon. Dan krijgen we nou muziek. Met de triofoon. Tralalom pom pom. Ja. Ik ook precies hetzelfde. Het is echt telepathie. Ik heb precies hetzelfde. Ik zeg het net. Ik ben ook zo heet. Ja. Bloedheet, zegt hij. Ik ook. Ja, ik ben er nooit zo heet geweest. Echt niet. Nee, ik zit gewoon met mijn muts in mijn hand. Bloedheet. Ja. Tussendoor nou bij mij naar binnen. En ik denk niet dat ik hem kan nemen, of wel? Vind je het goed? Ja, mag ik hem er even bij nemen? Ik pak hem. Ja, ik pak hem nou. Heel snel. Ja, ja. Ik kom. Ja. Ja, ik nam hem al. Oh, dat doe ik zo snel. Nee, maar ik neem hem straks nog een keer. Nee, sorry, nee. Nu raak ik echt opgewonden. Maar nee, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Maar er komt er nou één achteraan. Ja, joh. Ja, mag het. Ik pak hem, hoor. Want anders gaat hij hangen. Ja, ik pak hem er ook bij. Ja, ik pak hem. Hij vindt het allemaal goed. Echt tevreden. Ik ben bijna klaar. He, bijna klaar. Bijna klaar. Ja, wacht even. Ik kom. Ja, ik ben bijna klaar. Ja. Dat noemen ze relaxclub. Nou, het wordt nou pezen. Ja, joh, bloed heet. Ja, ik ook, joh. Hij is zo heet, joh. Hè? Wat heb jij? Wat heb jij? Jij hebt een orgasme? Nee, ik niet, nee. Nou, ik heb gewoon centrale verwarming. Hé, hoor eens even. Die 2 die ik net al even heel snel nam, weet je wel? Die liggen nu te wachten op tafel. Vind je het goed als ik ze nog eens neem? Even. Ja, met de hand. Oh, hij luistert mee. En die teller gaat door. Het zal je ook blij zijn. Met je intiemlijn. Goed. Die is gaan hangen. Toch 4 euro's erbij. Met de 65 plus. Joop. Heel even, Joop. Mijn baas. Ik wist niet dat jij zo oud was, Joop. 65. Oh, je wordt oud voor mij. Hij wordt oud voor mij. Ja, dat klopt. Vanochtend. Heb ik heel lang zitten bellen. Dat klopt. Nou heb ik zelf gebeld. Australië. Ja, maar... Nee, maar jij zei... Jawel, nee, maar jij... Ja, nee, maar je had... Nee, maar dat wist je... Jawel, maar dat... Oh, bedankt, Joop. Je bent een schat. Mijn baas. Oh, ik dacht even tot je kwaad was, maar hij is volgens mij zo tevreden. Want hij zegt, hij komt straks bij me langs, komt hij even flink met me afrekenen. De eerste dag al. En hij riep erbij en dat vond ik zo lief. Hij brengt straks 2 gespierde konuiten mee.
En die komen meteen bij mij de hele boel verbouwen.